Ik ben Alex van Kouwenberg, 33 jaar ondertussen. Geboren in Brussel, ben iemand die graag ondernemend is. De firma Quasus biedt services aan grote bedrijven om ervoor te zorgen dat hun IT-systemen meer kwaliteit gaan kunnen bieden en meer performant gaan zijn. Quasus is opgestart in 2004. We zijn eigenlijk met 3 partners begonnen. Ikzelf, samen met Walter Verheggen en Mark Thijs. Wij hebben ons rond de tafel gezet en wij hebben toen het besluit genomen wat we zouden doen, onder welke vorm we het zouden doen. De sterke punten van Quasus hebben wij geformuleerd in onze waarden. Het zijn aan de ene kant een passie om te winnen in alles wat we doen. Aan de andere kant, onze tweede grote pijler, is passie voor mensen. Alles wat wij doen draait rond mensen. We hebben een ongelooflijk goed team van gemotiveerde mensen die eigenlijk zelf ook heel ondernemend zijn. En dat proberen we ook te stimuleren. En dat maakt van, kijk, het product dat wij leveren, dat heeft als verpakking mensen. Hij praat met iedereen en weet wat er leeft bij zijn mensen. Hij is goed op de hoogte. Zegt gewoon iets, ik ga daar niet boos voor zijn. Een woord dat ik hem kan omschrijven zal zeker gedrevenheid zijn. Want dat is Alex toch wel zeker aan vast. Nu staan we er allemaal te lachen, hè. Tof, hè. Altijd gemotiveerd, goedgezind. Ook altijd op zoek naar innovaties. We gaan dan misschien toch terug naar dat dier. Als ik me met een dier moet vergelijken, dan zou ik me, denk ik, vergelijken met een leeuw. Ik ben leeuw van sterrenbeeld. En ja, een leeuw heeft nogal leiderschapseigenschappen. Een bedrijf heeft een voorman nodig. En ik denk dat Alex daarvoor de geschikte persoon is voor Quasus om die rol te vervullen. Alex kan heel inspirerend werken voor mensen, heel motiverend werken en heeft zelf een geweldige drive die hij kan overbrengen op heel zijn heel het bedrijf. Ik zie Alex als een heel dynamisch persoon, heel gedreven, open. Eerlijk, innovatief, die komt dikwijls met nieuwe ideeën. Openheid. Ik zou zeggen dat Alex een zeer ondernemend persoon is. Iemand die voor zijn doel gaat, die dat het bedrijf wil uitbouwen. Luipaard, omdat hij is heel snel, hij zoekt opportuniteiten, hij gaat ervoor, hij kan snelle beslissingen nemen. Maar ook meer een vogel, waarmee een arend die goed zijn nest bewaakt. Oh, ja. Een snel dier, een jaguar. Een van mijn sterke punten is dat ik goed kan luisteren en dat ik probeer te luisteren naar niet alleen wat de mensen aan het vertellen zijn, maar ook wat er onderliggend gezegd wordt. De raad die ik zou geven aan jonge ondernemers is, als je start, je moet dan een risico durven nemen van kijk, er is een opportuniteit, ik ga er iets mee doen. Okay, er zullen wel minder mooie dingen zijn ook en je probeert die eerst in kaart te brengen. Ik ga daarom zeker te raden bij ervaren mensen, mensen die al eens iets weten over de sector, mensen die iets weten over hoe je onderneming moet starten. En dan ga je er gewoon voor. Ik heb er heel veel uit geleerd ook van, geluk moet je gaan zoeken in je familie, geluk moet je zoeken in wat je nu hebt. Geluk is genieten van wat je rond je ziet. Ik weet niet of ik het veel anders zou doen. Ik denk, je komt altijd in het leven opportuniteiten tegen en dan heb je een keuze. Je kan er iets mee doen of je doet er niks mee. Je hebt iets bereikt en je moet leren aanvaarden van kijk wat je nu hebt, leer daarvan genieten. Ik wil zeker nog internationaal gaan. Ik denk dat daar nog een hele grote markt ligt. En zeker de naambekendheid groter maken, dat zit er nog in.